De regering is hard bezig te werken aan maatstaven om in aanmerking te komen voor kapitaal ten behoeve van milieuprojecten. De onderhandelingen en de voorbereidingen om tot goede overeenkomsten te komen zijn niet zo makkelijk als wordt gedacht, meent milieuminister Silvano Changahin. De huidige onderhandelingen hebben ten doel om een bedrag van ruim 50 miljoen Amerikaanse dollar vrij te krijgen. Ik wil ervoor waarschuwen, want ik hoor vaak geluiden van mensen die zeggen dat we zoveel bos hebben en dat het zo makkelijk is om aan geld te komen. Niks is minder waar. De geldschieters, de mensen die het geld hebben, die vervelen niet van hun geld. Ze gaan niet zitten wachten op Suriname om zomaar geld te geven. Er zijn voorwaarden. En ik kan u zeggen dat wij heel hard werken om aan die voorwaarden te voldoen. We hebben niet zo lang geleden al aangekondigd dat we het eerste voorstel al binnen hebben van met name Total Energies, waarbij er, en dat voorstel is nu onder, zeg maar op tafel om te bekijken, zodat wij een antwoord kunnen geven. Maar er is een duidelijk voorstel gedaan voor financiering, waarbij we kunnen rekenen op zo'n 50 miljoen aan middelen die we kunnen gebruiken voor milieuprojecten in de komende jaren. De minister zegt verder dat de regering zich binnenkort zal uitspreken over de onderhandelingen. Changahin stelt dat de autoriteiten bij de klimaatconferentie van november dit jaar in Glasgow, Schotland, al een antwoord klaar zullen hebben. De ondertekening van de overeenkomsten kunnen hopelijk dan al plaatsvinden.